Bewoners van Plantage Overtoom hebben vanmorgen de Kennedyweg gebarricadeerd uit onvrede over het slechte wegdek. De wegstrekking tussen Onverwacht en Sandrij verkeert namelijk in zeer slechte staat. Districtscommissaris Marlene Joden, die zelf niet ter plekke was, vertelt aan onze redactie dat de mensen verschillende punten hadden waarvoor zij aandacht vroegen. Echter was het slechte wegdek hun prioriteit. De overheid heeft op 30 juni 2022 een startsein gegeven voor de rehabilitatie van de weg. Hierbij waren zelfs het staatshoofd en de vicepresident aanwezig. Echter is er tot vandaag geen begin gemaakt met de herstelwerkzaamheden. Joden geeft aan dat rond 11 uur vanmorgen de barricade door de politie is verwijderd. Voordat ik het heb gehoord, zijn de barricades al verwijderd. Dus ik heb het zelf van de politie gehoord, maar dat toen waren de barricades al verwijderd. Maar als ik het moet volgen via bepaalde, ik denk DTV, no? Mm-hmm. Dan heb ik wel gezien dat die mensen een aantal punten hebben aangehaald. Yeah. Toch, het slechte staat van de weg. En, we waren daar geweest voor een opening om de herasfaltering te laten plaatsvinden. En dat is niet doorgegaan. En eergisteren was er een aanrijding. Twee dagen geleden was er een aanrijding daar in de buurt aan de Kennedyweg. Dus die punten hebben die mensen aangehaald. De burgemoeder zegt dat er al afspraken zijn met de minister van Openbare Werken om te beginnen met de herstelwerkzaamheden van de weg. Ze geeft aan dat de bewoners van Plantage Overtoom daarvan zeker niet op de hoogte waren voordat ze overgingen tot het barricaderen van de weg. Nou, en van de minister heb ik me laten vertellen dat de voorbereidingen nu gaan zijn. De aannemer was wel vertrokken, maar die is dan terug. Van het weekend gaat hij voorbereiding maken, zodat hij volgende week dan, vindt het wel plaats. Okay. Want ik heb ook aangekaart dat het een belangrijke weg is. En we zijn nu in de vakantie en para is altijd druk. In de vakantie, dus dat heb ik ook, een verzoek heb ik ook gedaan naar de minister toe. De mensen die de weg hebben gebarricadeerd hebben ook geopperd dat ze verbetering willen zien in het land. Ze wezen erop dat alles duur wordt. Ze hebben de regering gevraagd het land beter te besturen.